Terwijl de Canadezen Valentijnsdag vierden met dans, eten, gekke hoedjes en een ontspannen rondje op de schaatsbaan, gingen wij op zoek naar Gerard Kemkers, coach van de TVM schaatsploeg. Zaterdag kon hij juichen vanwege het goud van Sven Kramer, zondag ging het minder voortvarend. Irene Wüst en Renate Groenewold misten op de 3 kilometer allebei het podium en eindigden respectievelijk op de 7e en de 10e plek. Hoe kijkt Kemkers terug op die 3 kilometer? Nou ja, eigenlijk toch wel heel positief hoor. Het is natuurlijk dat je in eerste instantie kijk je naar het startveld en dan heb je vanuit mijn ploeg heb je Renate Groenewold en Irene Wüst aan de start. Meiden met een grote naam. Renate was de regerend wereldkampioene en Irene was de regerend Olympisch kampioene. Dan wil je eigenlijk om de medailles meedoen. En met de resultaten die we hebben blijkt dat niet het geval te zijn. Maar we kennen allemaal de geschiedenis van Renate. En ik denk dat ze zich heel knap gerevancheerd heeft en terecht heeft gekozen om naar de Olympische Spelen te gaan. Op de 3 kilometer uit te komen. Ze heeft een hele nette race gereden. Hier en daar een beetje gevochten tegen zichzelf. Maar uiteindelijk een acceptabel resultaat neergezegd. Waarmee ze toch wel met enige trots kan terugkijken op de afgelopen 5 weken. Waarbij ze nog heel veel werk heeft gezet om tot dit niveau te komen. Ja, en Irene in de laatste rit. Wat kan ik er anders van zeggen dan gedurfd, lef, gaan voor Olympisch eremetaal. En als je het dan uiteindelijk niet in je huis blijkt te hebben, dan moet je daarmee leren leven. En complimenten voor de aanvallende tactiek. En als je deze 3000 meter bekijkt in voorbereiding eigenlijk ook wel een beetje voor Wüst op die 1500 meter, wat toch meer haar doel is. Wat vind je dan? Is dit dan goed geweest? Ja, zeker weten. Ik denk dat iedereen wordt beter van wedstrijden rijden. De 3 kilometer, naast het feit dat ze met 2 rondjes te gaan nog steeds op medaillekansen reed. Dan is het sowieso goed geweest dat je meegedaan hebt. Maar daarnaast is het een prachtige start vanuit een afstand waar de techniek een zekerheid is. Straks een afstand op de 1000 meter waar de techniek meer een onzekerheid is. En daar heeft ze ook op zich kansen. En als alles dan samenvalt op de 1500 meter, dan kan ze daar nog voor hele leuke dingen zorgen. Tot slot, eerste weekend nu gehad. 1 gouden medaille. Tevreden? Ja, de gouden medaille van gisteren was natuurlijk voor heel veel mensen verwacht, maar zo simpel is het nog niet. Dat was een klus en dat die geklaard is zoals we die geklaard hebben. En daarbij is er uiteindelijk door de loting en alles nog meer ook nog een heel verhaal bijgekomen. Dat is heel mooi geweest, geeft heel veel voldoening. Ik denk dat ik met Renate heel tevreden terug kan kijken op het traject wat we doorgelopen hebben. En die gaat vol goede moed nu werken aan aan nog een stapje om in het teampursuit echt een waardevolle kracht te zijn. Ja, en iedereen, ik kan niet anders dan daarmee tevreden zijn. Ik denk dat dit een heel goed begin is voor haar van het Olympisch toernooi. En zo moet ze dat vooral ook oppakken, want alle kansen straks op de 1500 meter.